En ja, ik probeer dat van alle kanten te bekijken als supporter. Maar ik weet ook wat het betekent natuurlijk financieel gezien met Europees voetbal. Dus ik reken dan ook het een en ander door en dan loop. Reken even met ons mee dan, wat betekent het? Nou, je hebt natuurlijk in ieder geval een startpremie van 2,5 miljoen, zeg ik uit mijn hoofd. En hopelijk 3 keer de Kuip. Een beetje afhankelijk straks van die uitspraak. Van die straf? Ja, van die straf. We krijgen ook nog premies per punt. En er zitten natuurlijk ook nog wat bonus in sommige contracten. Dus als ik dan wel eens een keer ga hardlopen of zoals gisteren de Kuip loop, ja, dan zit ik natuurlijk ook een beetje te rekenen. Dat hoort ook bij mijn werk. En uiteindelijk als supporter neemt de emotie de overhand. Maar zo'n dag als vandaag, ja, dan komt alles samen. Dus dat is mooi. Dus dan zeg ik, even meerekenend met jou, als Feyenoord het best lekker doet in die Europa League, dan komen we op 8, 9 miljoen? Ja, ik zat tussen de 6, 7, 8 miljoen afhankelijk of we die wedstrijd zonder publiek natuurlijk spelen. En of we een paar punten halen in die groepsfase, net zoals vorig jaar een paar overwinningen zou ook wel tellen. Maar dat zijn wel bedragen bruto, dat gaan natuurlijk de kosten eraf. Maar het helpt ons enorm. We hebben daar vorig jaar, dacht ik, een kleine 4 miljoen aan overgehouden, netto. Ja, dus dan zie je wel wat voor boost dat aan de hele club geeft.